Hoi, ik ben Jury van der Vloed. Ik studeer aan Business School Benotenboom in Eindhoven. Ik studeer bedrijfskunde. En op het moment loop ik stage bij Philips Lighting in Denemarken. Philips is een wereldwijd Nederlands elektronica-concern. Het heeft drie verschillende kernactiviteiten, waarvan Philips Healthcare, Philips Consumer Lifestyle en Philips Lighting. Philips Lighting is afgelopen jaar een zelfstandig bedrijf geworden en hier loop ik ook stage. Wat mij erg aanspreekt binnen Philips is dat het ten eerste een supergroot bedrijf is. Het komt uit Eindhoven. Het heeft kantoren over de hele wereld. De producten die het bedrijf levert zijn toonaangevend. Niet alleen de lichtsystemen, maar ook de consumentenelektronica. Gedurende mijn stageperiode bij Philips werk ik aan een heel interessant lead scoring project. We hebben een database met alle projecten in de Nordic Countries. En door middel van een score toe te passen willen wij eigenlijk de interessante projecten hieruit gaan filteren. Het vak waar ik het meeste aan heb gehad, dat was cross-cultural management. Bij cross-cultural management leer je te communiceren met verschillende culturen wereldwijd. Want hier in Denemarken komt het vak erg goed te pas. De vakken van Business School Notenboom sluiten goed aan bij mijn dagelijkse werkzaamheden bij Philips. Business School Notenboom heeft vakken die diep ingaan op de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Ik heb erg veel geleerd tijdens mijn stage. Ook gedurende mijn tijd natuurlijk bij Philips. Het is een erg leerzaam bedrijf. En daarnaast heb ik ook erg veel geleerd tijdens mijn periode hier in Denemarken. Het was erg goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik zou een stage in het buitenland zeker aanraden. Het was erg goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een heleboel nieuwe mensen leren kennen. Ik heb welke goed zullen zijn voor mijn zakelijke en mijn privécontacten. En daarnaast is het ook een erg goede aanvulling op mijn cv dat ik een periode in het buitenland ben geweest. Iedereen die een stage gaat lopen in het buitenland, zou ik aanraden om een goede accommodatie te zoeken met leuke mensen, zodat je niet de aansluiting met de stad misloopt.